Vorige week mocht ik bij Bethesda Benelux langsgaan om daar alvast een paar uur aan de slag te gaan met Prey. Een first-person shooter die ontwikkeld is door Arkane. En die kan je kennen van de Dishonored titels. Het is een game waar ik ontzettend benieuwd naar ben. En ik kan met een gerust hart zeggen dat het er rooskleurig uitziet voor deze titel. Dat komt onder andere omdat mijn verwachtingen, ja, die zijn nogal in de war geschopt. Bijgeschroefd is een beter woord. Bij de trailers moest ik vooral denken aan een soort Doom game, maar dan met superkrachten in de ruimte. Ik dacht, je gaat gewoon van level naar level. Maar de gehele structuur is anders. Ik heb twee demo's mogen spelen. De eerste is letterlijk het begin van de game. Je wordt wakker in je appartement en wordt opgeroepen om naar je werk te komen. Dat is een of ander ruimteprogramma. Al snel gaat er het een en ander fout en nemen mysterieuze aliens de boel over. Meteen zette de game een fantastische sfeer neer. Compleet met een erg toffe twist die ik hier niet zal spoilen. Maar het is erg vet hoe de ontwikkelaars meteen fucken met je verwachting eigenlijk. Daar waar ik dus dacht dat Prey echt een level-na-level game was. Het is eigenlijk meer open. Het is een soort Fallout meets Dishonored, maar dan in een science fiction setting. Je hebt een uitgebreide tech tree waarin je jouw personage kan uitbreiden met nieuwe krachten en vaardigheden. Je kan vrij rondgaan en staan waar je wilt. Uiteraard zijn er wel een paar gebieden geblokkeerd voor bijvoorbeeld verhaalredenen of dat je een bepaald item niet hebt. Maar kom je een deur tegen die niet een specifiek item nodig hebt, maar die niet open gaat, dan zijn er vaak meerdere manieren om er doorheen te komen. Je kan bijvoorbeeld een keycard vinden bij een lijk, maar je kan ook het slot hacken. Er is een crafting systeem aanwezig waarmee je bijvoorbeeld ammo en medkits kan maken. En bijna elk object dat valt wel op te pakken of te doorzoeken voor nuttige items. De tweede demo bracht mij een stukje verder in het spel en hier merkte ik echt de structuur van Prey. De verschillende type aliens die je tegenkomt hebben hun eigen zwaktes, maar uiteraard ook sterke punten. Hersenloos schieten, dat kan dus wel, maar ammo vond ik, althans in die demo, best wel zeldzaam. Dus die moet je goed gebruiken en niet gaan lopen Rambo als een idioot. Wat ik ontzettend sterk vond, dat was de sfeer. De laatste tijd is het ruimtegenre weer helemaal populair in de bios, met films als Life en Passengers en Alien Covenant. Dit is eigenlijk een beetje de videogame versie daarvan. Je voelt je heel erg alleen en continu gestalkt. Overal kunnen je tegenstanders zitten, want deze hebben de mogelijkheid zich te transformeren in normale objecten. Dus op den duur ging ik kamers in en ging rammen op bureaus, omdat ik bang was dat er eentje dus vermomd was als een mimic, een alien. Het transformeren in andere objecten, dat is ook een vaardigheid die je zelf krijgt, alleen heb ik hier helaas niet mee kunnen klooien tijdens deze speelsessie. De muziek die ik tot nu toe heb gehoord, die sterkt de boel erg aan. Het wordt gecomponeerd door Mick Gordon, die ook de Doom soundtrack heeft gedaan. En dat doet hij weer subliem. De graphics zien er mooi uit, maar doen niets bijzonders, vind ik. De menselijke personages, die deden mij heel erg denken aan de artstijl van Dishonored. En dat vind ik wel jammer, want dat is wat meer cartoony, wat meer buiten proportie. Ik had eigenlijk liever gewild dat ze deze iets realistischer hadden neergezet. Ook was de performance, want we speelden op een PC, die was niet altijd perfect in deze preview. Maar goed, dit was natuurlijk niet de uiteindelijke versie en er komen nog drivers en patches en de hele mikmeuk. Ik hoop dat in de uiteindelijke game de besturing ook iets anders in elkaar zit voor de PC. Je kan verschillende wapens en vaardigheden binden aan je 1 tot en met 9 toetsen, super handig. Maar als je scrollwiel gebruikt, wat in andere shooters vaak dan gewoon langs dat rijtje gaat, dan komt er ineens een selecteerwiel op je scherm. En dat verbreekt voor mij nogal de immersie. En wat ik doodzonde vind, is dat er nergens een multiplayer mode te vinden is. Terwijl transformeren in andere objecten echt prophunt schreeuwt. Gmod prophunt. Hallo! Dit was een gouden kans geweest om dit type mode te evolueren. Om er zelf weer iets van te maken. Om het weer helemaal gewoon prophunt in een science fiction setting. Fucking mooie game. Waarom niet? Goed, het zit er niet in. We moeten het doen met de singleplayer campaign, maar deze belooft dan wel weer uitgebreid te worden. Prey, ja, ik heb er echt heel veel zin in nadat ik dit gespeeld heb. Het belooft gewoon een hele vette first-person shooter / RPG te worden, want het heeft echt heel veel RPG-elementen, dus dat moet je ook zeker verwachten. Ik wilde mijn tanden inzetten. Op 5 mei verschijnt de game voor de PC, PlayStation 4 en de Xbox One.
Hey, wat fijn dat je gekeken hebt naar deze preview over Prey. Wil je meer zien van GamerGeeks? Abonneer dan op ons YouTube kanaal. Klik op een van deze twee video's. Misschien vind je die ook wel leuk. En wil je nog meer content van ons zien? Wil je echt alles meekrijgen? Ga dan naar onze website www.gamergeeks.nl.